als het gewoon volgens plan gaat, hebben wij een hele grote kans om te winnen. Tientallen miljoenen mensen, volle stadions en een prijzenpot van $30 miljoen. Het WK Fortnite was in New York en jij was erbij en ik niet. Dat klopt, ik volgde namelijk Dave, online beter bekend als Rogo, op zijn reis naar plek 2 van het WK in New York. En die reis die begon gewoon bij hem thuis in Andijk. Eerst laat ik even mijn slaapkamer zien. Het is hier, oh. Hij is nog vrij kaal, zijn woning pas net. En hier game ik elke dag. Je moet wachten totdat anderen online zijn, dus dat is vaak in de avond en in de nacht pas. Ik slaap pas rond een uur of 4 of 5. Dan kom ik uit mijn bed rond 2, 3 uur. Dan ga ik ontbijten, ga ik sporten. En daarna begin ik met Fortnite tot een uur of 3, 4, net hoe lang ik door wil gaan. Easy for me. I just have to put 2 of those minis in and we charge plus twice and then you give your... How many gemiddeld speel ik, echt spelen speel ik ongeveer 7, 8 uur per dag. Soms zelfs 10 uur op een dag. Dave is een van de weinigen die zich wist te plaatsen voor het WK. Wel 40 miljoen mensen van over de hele wereld probeerden dat. En Dave is een van de 200 die het uiteindelijk ook echt haalden. En alleen dat plaatsen is eigenlijk al best wel lekker, want al word je echt allerlaatste op dat toernooi, krijg je alsnog $50.000 en win je, krijg je 3 miljoen. Ja, en dat wil je natuurlijk. Dus wat doe je dan als je aankomt in New York? Keihard trainen. De voorbereiding is niet heel optimaal, omdat Epic heeft maar ongeveer 80 computers en er zijn bijna 300 spelers. Dus daarom ben ik nu hier op een e-sports center waar ze wel tenminste computers hebben voor de hele dag. Kijk, grote e-sports evenementen, die zijn niks nieuws. Die worden namelijk al jaren georganiseerd en ook met heel erg veel succes. Maar Fortnite bestaat pas 2 jaar en organiseert nu al zo'n mega evenement. En dat is best spannend, want spelers bereiden zich hier dus echt maandenlang op voor. Maar gelukkig hoeven ze dat niet alleen te doen. Ze hebben namelijk een team dat hen daarbij helpt. En Hennis is manager van zo'n team. Wij zorgen ervoor dat spelers gewoon 100% op performance kunnen zetten. Als ze problemen hebben, dan komen ze naar mij toe en dan los ik die gewoon gelijk op. Een grootste reden waarom je voor een team zou spelen is, ja, je krijgt een maandelijk salaris. Ik mag niet te veel over cijfers praten uiteraard. Wij kijken niet alleen naar hoe goed spelers zijn, maar ook naar hun social media reach, wat hun relaties zijn in de community en dat soort dingen. En dan op basis daarvan is het zeg maar een bepaald bedrag die wij dan per maand betalen. En dat is dan een contract van 1, 2, 3, 4 jaar. Het is wel zeg maar zo, als je natuurlijk gewoon heel slecht speelt, dan denkt het team op een gegeven moment ook van ja, je kost ons meer geld dan dat je oplevert, het houdt een keer op. Het is wel spannend, ja zeker. Probeer gewoon te genieten. Denk niet te veel aan de prijzengeld. Probeer gewoon je best te doen en that's it, meer kan je niet doen. Er staat best wel wat op het spel dus voor die finalisten, maar ook voor Fortnite zelf. En om dat uit te leggen is hier Maxime. Nog een Maxime. Nog een Maxime erbij. Maxime MXM, zo sta jij online bekend. Je gamet heel erg veel, je streamt veel, je bent content creator. Kun jij ons vertellen waarom dit WK zo belangrijk is voor Fortnite? De grootste Fortnite hype is al geweest. Er zijn momenteel 250 miljoen geregistreerde spelers. En om het interessant te houden voor de e-sporters is het wereldkampioenschap georganiseerd. En dit is natuurlijk ook voor de gewone spelers leuk om naar te kijken en je favoriete speler te supporten. Als ik nu nog eens moet gaan uitvogelen wat ik ga doen morgen, dan heb ik een heel groot probleem. Dus ik heb alles goed voorbereid. Het is nu gewoon alles scherp houden. We hebben echt de strategie uitgekozen gebaseerd op wat anderen doen. Ze zijn sneller bang in een online evenement. Dus daar hebben wij zeker wel onze strategie op aangepast. Ik vind als je zenuwachtig bent is meer een teken van dat je jezelf niet goed hebt voorbereid. Maar ja, als ik in dat stadion loop met 25.000 man in één keer, kan het waarschijnlijk wel zijn dat ik wat zenuwen krijg.
De eerste twee potjes was het, ja, toen landde er dus iemand bij ons wel. En toen ging het wel wat moeilijker. Na drie potjes was het, ja, we doen het goed. Als we dit gewoon volhouden, dan eindigen we sowieso top 10. Ik ben net tweede geworden in het wereldkampioenschap van Fortnite. Holy shit, wat was je reactie? Ik had al verwacht dat het top 10 was, maar ja, top 2 is veel beter. Dus ja, dat is dan natuurlijk wel een beetje het insane eraan, zeg maar. Ik zie wel wat er op me afkomt en dan denk dat ik uit eten ga met mijn moeder en zus. Ik ben miljonair als in prijzengeld. Er gaat natuurlijk nog belasting vanaf, dus dan ben ik niet echt meer miljonair. Maar op dit moment ben ik eigenlijk nog wel miljonair. Dat is wel bizar. Zo, die Dave jongen, die is dus gewoon in één klap steenrijk. Kan een nieuwe auto kopen als hij zou willen, kan een nieuw huis kopen als hij zou willen, kan op een boot gaan zitten ergens in Monaco als hij zou willen. En jij was er gewoon bij deze geboorte van de nieuwe Dave. Dat geld is natuurlijk gewoon ziek, maar het belangrijkste is natuurlijk dat hij zichzelf gewoon in één klap op de kaart heeft gezet als e-sporter. Dus zijn hele carrière gaat vanaf nu gewoon veranderen. En sowieso is het wel leuk dat over het algemeen hebben de Nederlanders het best wel goed gedaan op dit WK. In totaal deden er 4 Nederlanders mee en Mitro, dat is een van de bekendste spelers sowieso al, die is dus ook in de top 10 beland, op nummer 6. Dus ze hebben het gewoon echt heel erg goed gedaan. Nou. Wij hadden het al eerder even over wat dit WK betekent voor Fortnite. Denk je dat uiteindelijk Fortnite blij is? Het was zeker een succesvol WK. Ze hadden alleen iets meer oefenruimte moeten regelen voor de spelers. En verder hebben ze de Championship Series aangekondigd. Dus een nieuwe toernooivorm. De top van de top gaat hieraan meedoen en elke game telt. Waar ik ook heel erg naar benieuwd naar ben, is eigenlijk nog één ding. En dat is, hoe gaat het nu met Dave? Gaat goed, ik ben nog wel een beetje moe. Dat ik net. Ik heb niet geslapen op de vlucht. Ja, dit is gewoon in één keer. Ik sta overal op het nieuws en in elke krant. En de Nederlander Dave Jong. Dave Jong. Rojo uit Andijk. Nee, je bent een wereldster geworden eigenlijk. Ja. Ja, dat is wel een beetje raar. Want het is niet dat ik gewoon een klein stukje in de krant heb. Ik sta gewoon op een hele pagina. Ik had alleen wel een beetje het gevoel, omdat het, ja, we hadden eigenlijk wel eerste kunnen worden. Dus ik vind het wel eigenlijk wel een beetje jammer dat we tweede zijn geworden en niet eerste. Helemaal omdat we zo dichtbij waren. Ik ga gewoon door met Fortnite. Dit is pas de eerste World Cup. Er komen sowieso nog veel meer grote evenementen aan. Dus dit is pas het begin, zeg maar.